Ja, we zijn hier op het circuit van Donington in Engeland. En dat is waar we voor het eerst rijden met het WTCC Circus. En daarom neem ik jullie een rondje mee. Ja, we rijden hier het rechte stuk op in Donington. En linksboven zie je de turbo's hier gloeien samen met het stuurhuis zie je bewegen. Eerste bocht, rechtsaf. Remmen bij de punt uiteinde pitstraat. Dat is hier. Derde versnelling. Goed over de curbs aan de binnenkant. Vroeg vol gas. En dan ga je naar beneden. Hier moet je een hele mooie swing hebben in de auto. Dit gaat ontzettend heftig naar beneden. En dan moet je een goede balans in de auto hebben. Gaan we naar links. En dan moet je flink aanremmen. Je ziet er ook een grote stofwolk. Er is iemand afgevlogen. Gele vlagsituatie. En dan gaan we door. Links, vol gas. Nog een keer links, vol gas. Zesde versnelling. Terug naar zijn derde versnelling. En gaan we weer terug omhoog. Je had een beetje problemen. Je ziet het. Ik heb hier beweging in de auto. Er zit ontzettend overstuur. En ik heb er ook de curves en zelfs een stukje gas nodig. Ga je omhoog. Binnenkant tegen de bandenstapel aan. Derde versnelling. Alles vol gas. Recht stuk achterlangs. Je ziet beweging in die auto zitten. Want het is vol gas. Maar het is nog wel een bocht. En je ziet de turbo helemaal rood gloeien. Is 950 graden naar mijn weten. Bij de uitlaat. Dus de turbo zelf 1300, 1400. Chicaan, derde versnelling. Goed uit te accelereren. Uiteraard naar de twee laatste bochten. Het valt naar beneden. Hier blokkeer ik altijd net eventjes een klein beetje. Mijn rechter voorwiel. Goed langs de binnenrand. Vroeg vol gas. Maak gebruik van die turbo. En jawel. Op naar de allerlaatste bocht. Aanrem met het zwarte gedeelte. Dat is hier. Linksaf en dan zie je ook de binnenkant van de bocht niet. En je ziet ook dat ik hem zelfs een beetje mis. En op naar het rechtstuk. Jongens, dit was een rondje Donington met de Roal Motorsport BMW.